Nou ja, wat ik opvallend vond, ik hoorde de burgemeester op de radio, op Radio 1 vanmorgen vertellen van, nou ja, eigenlijk al vanuitgaande die twee verdachten, dat hij er bijna zeker van was dat het ook de daders waren. Wij hebben niet gehoord wat de bewijzen zijn daarvoor. Maar heb jij daar iets meer over gehoord? Want op dit moment zijn het niet meer dan verdachten natuurlijk. Ja, het zijn zeker op dit moment alleen maar verdachten. En voor zover ik weet is er ook nog geen bekentenis. Dus je moet altijd een slag om de arm houden. Maar goed, men heeft natuurlijk meteen toen de melding binnenkwam dat die meisjes vermist waren, is men gaan kijken van naar de historische gegevens van de telefoon. Maar bijvoorbeeld ook als er een Facebook-account was, daarop WhatsApp-berichten, Instagram, noem maar op. Wat zijn de laatste bewegingen? Wat zijn de laatste berichten? En nou ja, het is natuurlijk zo dat internet heel veel verkeerde dingen aantrekt bij jeugdige personen. Hè. Daar maak je als ouder vaak zorgen om. Aan de andere kant levert het ook wel weer hele concrete, directe aanwijzingen op, zoals nu. En nou ja, daaruit heeft men kunnen afleiden dat Savannah bijvoorbeeld contact had met die 16-jarige jongen uit Den Bosch. En nou ja, ik heb die berichten niet gezien. Maar stel dat daaruit bleek dat er sprake was van een soort afspraakje, nou ja, dan ben je er meteen wel dichtbij natuurlijk. Er is heel veel vragen zijn gekomen over de politie. Je werd vrij snel geconcludeerd bij Savannah bijvoorbeeld, nou ja, het komt wel goed, we gaan er wel vinden. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Er werd gezegd van, we rekenen op een goede afloop. Het is iets minder optimistisch. Amber Alert is niet uitgegaan, bijvoorbeeld. Ja. Waar men wel van uit had kunnen gaan misschien. Geen verband is ook vrij snel geconcludeerd. Hoe kijk jij naar een aantal van die vragen? Ja, kijk, het is natuurlijk altijd, als je er van de buitenkant tegenaan kijkt, dan ben je geneigd om snel conclusies te trekken en te zeggen, ja, twee van die meisjes in zo'n klein gebied, dat kan geen toeval zijn, hoor je dan iedereen roepen. Maar de politie weet natuurlijk wel meer. Die hebben bijvoorbeeld inzage in die berichten, in die social media. En die weten dan vaak al van, nou ja, er speelt iets heel anders. Er is een jongen in het spel met wie er een afspraakje was. Dus ja, in mijn optiek is dat de politie het niet verkeerd gedaan heeft. Er is kritiek ook geweest dat ze niet meegezocht hebben actief. Ook daar heb ik met de politie over gesproken dit weekend. En ja, zij zeggen, luister, het gaat om een enorm groot gebied feitelijk. Ook al zijn die moorden binnen 20 kilometer van elkaar gepleegd. Dat je praat dan over een gebied van tientallen, honderden vierkante kilometers eigenlijk, wat je zou moeten afzoeken. Mm-hmm. En normaal gesproken is het zo, en dat is waar, dat ze alleen dat soort zoekacties doen waar heel veel mankracht voor nodig is. Als er een concrete aanwijzing is, als er een getuige is die zegt, ik heb het meisje op de fiets daar of daar gezien, of in gezelschap van iemand daar of daar. Nou ja, dan ga je gericht zoeken. Maar die meldingen waren er eigenlijk niet. Nou ja, en dan is het wel zoeken naar een speld in een hooiberg. Dus ik snap de afweging van de politie best wel.